Want als je dan in één keer zo'n onderarm ziet met al die spieren, dan is het echt niet zoals in het boekje te onderscheiden waar welke spier zit. Omdat het dus allemaal met elkaar verbonden is. Dus dat is echt die fascie die zorgt dat als je eigenlijk aan de ene kant trekt, dat het hier bij mij ook beweegt. Dat doe ik maar altijd als voorbeeld. Als ik hier aan mijn bijen trek van mijn broek, dan beweegt het hier ook. Dus het is allemaal met elkaar verbonden. En dat is ook wat ze noemen de trigger point behandelingen ook wel fascie release. Myogene fascie release. Myogene is spier. Fascie is dus dat bindweefsel en release is dus losmaken. Dus wat we gaan doen is echt bezig zijn met het bindweefsel. Als je dat bindweefsel hebt gehad, dan komt weer een stukje vetlaag en dan pas komt de spier. Dus dan heb je even een idee, het is niet alleen huid en dan spier, maar er zit echt een opbouw in. Volgens, als we dus in die spier zitten, dan heb je altijd een pees aan de uiteindes en dan heb je de spier. Dan heb je die spierbuik, maar die bestaat dan weer uit verschillende bundels. En daarin zitten dan weer de spiervezels. En in zo'n spiervezel, daar zit de trigger.